Heeft iemand toevallig wat zinnigs te zeggen over de homo-acceptatie hier in Amsterdam? Kankerhomo. Kankerhomo's. Oh. Ja, Jan-Bert, we staan hier in Amsterdam, wat eigenlijk de gay capital van de wereld zou moeten zijn. Maar uit onderzoek van de gemeente Amsterdam blijkt nu ook dat helaas homodiscriminatie hier nog steeds ook aan de orde van de dag is. Wat vind je hiervan? Ja, het is geen verrassend bericht. De gemeente heeft een aantal onderzoeken laten doen naar diverse vormen van discriminatie. Ook naar homodiscriminatie. En de onderzoeken brengen helaas weinig nieuws tevoorschijn. Het is alleen nu ook zo dat uit onderzoek is gebleken van de gemeente Amsterdam dat deze homodiscriminatie uit een bepaalde hoek komt. Namelijk jonge jongens van niet-westerse allochtone afkomst. Wat vind je ervan? Ik ben verbijsterd. Nee, kijk, het is goed dat zelfs in de gemeente Amsterdam, waar ze echt het wegkijken tot een kunst hebben verheven, dat daar nu een rapport op tafel ligt waar dat echt zwart op wit in staat. Wat jij en ik en de kijkers van Poot natuurlijk allemaal al decennia weten, met name islamitische jongeren, ja, die vallen homo's lastig op straat. De doelgroep die, zeg maar, de homo-agressie veroorzaakt zijn bijna altijd jonge mannen tussen 15 en 22 jaar, die vaak in groepsverband, zeg maar, actief en luidruchtig agressie tegen homoseksuelen en andere homoseksuelen. Van niet-westerse allochtone afkomst. En ligt eraan, als je in New York kijkt, zijn er vaak witte jongens met een visachtergrond. Kijk, in Twente zijn het misschien boeren. En in Amsterdam is die doelgroep meer jongens van een niet-westerse achtergrond. De islam is niet zo'n homovriendelijke religie. Die opvoeding thuis is vrij patriarchaal. Jongens hebben zelf misschien bepaalde gevoelens die ze niet kunnen uiten. Hè? Homo zijn zelf kan ook niet zo makkelijk in bepaalde gemeenschappen. Ja, en dat gecombineerd met dat vrije, westerse, gezellige leven dat we ooit in Amsterdam hadden. Dat botst. En daar worden de heren kennelijk agressief van. Heeft iemand toevallig wat zinnigs te zeggen over de homo-acceptatie hier in Amsterdam? Kankerhomo. Kankerhomo's. Oh. Hoezo zijn het kankerhomo's? Hallo? Kun je weggaan voordat de camera een beetje kankerhoofd gaat slaan? Naar mijn kankerhoofd? Oh. Maar het zijn met name jonge jongens van niet-westerse allochtone afkomst. Yeah. Wat vind je daarvan? Hoe verklaar je dit? Ik vind het heel jammer. Want het is toch wel heel cultureel dat het dan bij niet-westerse jongens gebeurt. Heeft dit dan ook te maken met cultuur of met religie? Het heeft vooral te maken dat het jonge mannen zijn, zeg maar, die zich het opzicht van elkaar willen verhouden. In Amsterdam zijn er eenmaal veel jongens die hebben een andere achtergrond dan ik en jij hebben. In tegenstelling tot Urk of de Achterhoek. Ja. Ja, het heeft sowieso met religie te maken. Als je islamitisch bent, wordt heel erg afgekeurd. Ben je zelf islamitisch? Ik ben zelf ook islamitisch, ja. Maar jij geeft wel toe dat binnen de islam het absoluut niet wordt aangemoedigd om gay te zijn. Ja, nee. Helaas is dat zo, ja. Maar wat vind je daarvan? Ja, ik sta er zelf niet achter, maar ik geloof er toch in. Ik ben ermee opgegroeid, dus... Ik vind het een tekort aan je opvoeding als je zo ermee omgaat. De wethouder van GroenLinks, meneer Grootwassink, moet daar nu wel op gaan acteren. Dus we gaan nu wel even ophouden met... Ja, ik vind het leuk hoe die regenboogvlag. Het staat heel vrolijk, want het helpt natuurlijk helemaal niets. Ik vind dat we hier in Nederland heel erg mild zijn met de straffen. Dus gewoon met de zweep eroverheen? Hard aanpakken, ja, sorry. We hebben 180 nationaliteiten in Amsterdam. Alsjeblieft, doe even normaal. Het is ook een nationaliteit. Met zo'n regenboogvlag. Ik vind het prima.